Daar gaan ze weer. De ministers en coronadeskundigen overleggen vandaag over strengere maatregelen. Die zijn nodig, vinden ze, want het gaat de laatste maanden weer slechter met corona in Nederland. En zeker de laatste weken. Het aantal besmettingen neemt hard toe en er liggen veel mensen in het ziekenhuis. Daar wordt het te druk. Veel kinderen die een test doen, testen positief. De groep met de meeste besmettingen nu bestaat uit kinderen in de leeftijd van 10 tot 14 jaar. Daarom gaat het nu ook veel over of de scholen weer dicht moeten, net als vorig jaar. Toen waren de scholen maandenlang dicht. Kinderen liepen daardoor leerachterstanden op en een heel aantal voelden zich somber omdat ze school en vrienden misten. Omdat het nu weer zo slecht gaat, willen sommige deskundigen dat de scholen ook weer sluiten. Het OMT, de groep coronadeskundigen die de regering adviseert, wil dat niet. Zij zeggen vandaag, neem strengere maatregelen, maar houd de scholen open. Vaak luistert de regering naar de adviesgroep, maar niet altijd. Of de scholen dus echt open blijven, dat weten we morgen pas zeker. Twee weken geleden zei coronaminister Hugo de Jonge nog dit. We zullen maatregelen moeten nemen om te zorgen dat die besmettingen naar beneden gaan. Maar we gaan geen maatregelen nemen om scholen te sluiten of weer online onderwijs te doen. Want we hebben daar wel een beetje van geleerd, ook vorig jaar. En dat was niet fijn. Hè, dat moest toen, maar gelukkig hoeft dat nu niet. Morgenavond hierover dus meer. Dan geven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. Goedenavond. Ja, de scholen moeten dus open blijven. Dat is het belangrijkste advies van de coronadeskundigen, oftewel de OMT. Ik praat erover door met onze politiek verslaggever Ardy Stemmerdink in Den Haag. Ja, Ardy, waarom dit advies? Want we zagen net in het filmpje dat de besmettingen bij kinderen heel hoog zijn. Ja, dat klopt. En er zijn echt wel heel veel besmettingen op scholen. En dat is op zich natuurlijk niet goed. Maar de deskundigen vinden het nog slechter om de scholen te sluiten. Want, zeggen ze, de vorige keren dat die scholen zo lang dicht waren, zagen we dat heel veel kinderen, heel veel leerlingen vertraging opliepen. Bij lezen bijvoorbeeld was dat heel erg. En ze zagen ook dat heel veel kinderen er stress door hadden. Bijvoorbeeld doordat het thuis niet zo fijn was, of doordat kinderen hun vriendjes of vriendinnetjes niet zagen. En daarom zeggen ze dus, het zou nog slechter zijn voor kinderen om die scholen dicht te doen. Maar goed, vorig jaar werd ook gezegd dat de scholen niet dicht zouden gaan. En toen gebeurde het toch. Kan dat nu ook gebeuren? Ja, dat zou kunnen, want wat we nu horen is alleen een advies. De regering die neemt uiteindelijk echt de beslissing of de scholen open blijven. Maar je kan nu wel zeggen dat het niet heel waarschijnlijk is dat de scholen dichtgaan. Dat dus dat het er echt wel op lijkt dat de scholen open blijven. Ja, Ardy, ik heb ook wel gehoord dat de kerstvakantie wordt verlengd voor kinderen op de basisschool. Is dat nog een optie? Ja, dat is wel een optie waar ze soms over praten. Dat je dan bijvoorbeeld de kerstvakantie een week eerder zou laten beginnen. Dat kinderen dan ook langer vrij zijn. Maar het kabinet kijkt nu toch vooral naar maatregelen die er gelijk voor kunnen zorgen dat het aantal coronabesmettingen naar beneden gaan. En de kerstvakantie, dat duurt natuurlijk echt nog wel een tijdje. Dus het is niet het eerste waar ze het over hebben. En ja, goed, uiteindelijk echt weten doen we het allemaal morgen om 7 uur. Want dan is er dus weer een persconferentie met de coronaministers Hugo de Jonge en Mark Rutte.